Welkom bij dit Kiba-moment. Mijn naam is Sabine Hess en met deze Kiba-momenten wil ik jou inspireren en uitnodigen om anders te denken, anders te voelen en anders te doen, zodat jij kunt zijn wie jij werkelijk bent en je hart durft te volgen. De gedachte van vandaag is deze. De zin van het leven is te ontdekken wat jouw talent is en het doel van je leven is om dit te delen met de wereld. Jouw talenten, jouw kwaliteiten zijn hele belangrijke richtingaanwijzers op jouw levensweg. Er komen heel veel mensen bij mij met de vraag, ja, wat wil ik? En dit is ja, één van de richtingaanwijzers die je daarvoor kunt gebruiken. Iedereen heeft talenten, iedereen heeft kwaliteiten. En het kenmerk daarvan is dat ze van nature gaan. Natuurlijk kun je kwaliteiten ontwikkelen, maar ze zitten al in jou. Je hoeft er vrij weinig voor te doen om dat te leren. Het gaat vanzelf en je vindt het leuk en het gaat moeiteloos. En als je met je kwaliteiten bezig bent, dan voel je je blij en dan krijg je energie. En ik geloof ook echt dat dat de bedoeling is, dat jij je talenten ontdekt en dat je dit dan vervolgens gaat delen met de wereld. Kwaliteiten die heten in het Engels gifts, geschenken. En voor mij zijn ze dat ook. Het zijn geschenken voor jezelf. Want als jij je kwaliteiten leeft en inzet, ja, dan word je daar zelf heel erg blij mee. En je maakt daardoor ook de ander blij. Je inspireert de ander, want jij maakt echt de wereld beter met jouw talenten. Dus ga je kwaliteiten en talenten vooral delen, want ja, daarmee maak jij de wereld een beetje mooier. En dan zit jij lekker in je vel en heb je ook echt het gevoel dat jij betekenis aan je leven geeft. Ik hoop dat de gedachte, de zin van het leven is te ontdekken wat jouw talent is. En het doel van je leven is om dit te delen met de wereld. Jou inspireert en jou uitnodigt om anders te denken, anders te voelen, anders te doen. Zodat jij kunt zijn wie jij werkelijk bent en je volle potentieel kan leven en je hart volgt. Als je dit een leuk Kiba-moment vond, doe dan een duim omhoog. En vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkel Kiba-moment mist. En ik vind het natuurlijk superleuk als je een reactie achterlaat, want ik ben heel benieuwd hoe deze gedachte jouw leven verandert en hoe deze gedachte jou meer mogelijkheden geeft. Tot het volgende Kiba-moment!